Afro, ja. Ik moest je nog één ding laten zien. Wat was dat? Ja, ik weet de naam niet meer. Het is een kabouter met... Afro en ik zijn dus allebei zeeziek. En ik kan dit niet aan. Ik ben hier zo niet goed in, jongens. We gaan zo weer in en weer. En het is dat we zitten is al beter dan staan. Maar ik ben hier niet goed. None of them. We hebben dus 45 minuten gewacht op de taxi, de watertaxi, en hij is er nog steeds niet. Er zijn er wel 5 voorbij. Bijna gegaan, maar die waren wel vol of stopte niet. Dat stopt allemaal niet. Dus kijk hoe hard hij gaat. Kijk, kijk, kijk. Woehoe! Nou, we speedboat gaan we. Dus we moeten nog maar even wachten. Nou jongens, daar is de taxi. Daarom duurde het zo lang. Hij kwam uit 1904. Vandaar dat het zo lang duurde. Kijk, ze komen ons halen hoor. Oké, jongens. Er is iets heel bizars gebeurd. Ik ga inzoomen zodat jullie het gaan zien. Op die boot staat... Kunnen jullie dat zien? Er staat... Res Nova 1904. Ik gokte en ik maakte als grapje, hij komt uit 1904. En het komt echt nog uit 1904. Hoe bizar is dat? Ever. Dat is toch bizar. Jij moet echt met de lotto spelen. Ja, ik heb een 6e zintuig. We found him! Yes! Finally! 50 minuten gewacht, maar daar is hij dan ook. Nou, we gaan hoor. We zijn uitgestapt bij Hotel New York. We waren helemaal in de war. In de war, inderdaad. En nu gaan we via de... Weet je toch? Hoe heet de brug? En Havenbrug. Nee, ja, de Rotterdamse naam. Weet je nog wat die buurt was? Daar liepen heel veel... Ah, de Hoerenbrug. Hoerenloper. We gaan dus nu via de Hoerenloper naar de Phoenix Food Factory. En die is aan de overkant. Het is zo lekker weer, jongens. Rotterdam, I like you. Yay, well, Rotterdam likes you too. Jongens, zeg nou zelf, dit is toch gewoon de mooiste stad in de hele wereld. Nou. Nee! I love it, but don't exaggerate. Wat is volgens jou de allermooiste stad ter wereld? Waar ben je geweest? Ja, maar fijn mooi. Mijn lievelingsstad is toch Melbourne. Ja, oké. Okay. Oké, kijk. Ja, en sorry Amsterdam, dat is toch wel mooi. Sorry! Rotterdam is ook heel mooi. Nou, ze heeft zojuist een tasje, niet een zakje. Tasje. Havro heeft zojuist een kind hierop gezien. En nou wil ze het zelf ook proberen. Hop, daar gaat ze. We staan nu voor de Rotterdam. Immens gebouw. Het is echt heel erg groot. En daarachter zie je dus een cruiseschip dat er eigenlijk dat er nog staat. Dus kan je zien. Nou ja, dat het best wel hoog is. Dat lijkt een apart gebouw. Het is echt immens. En hier kom ik eigenlijk met iedereen die Rotterdam voor het eerst ziet. Zoals Afrodiet. En nu gaan we een fotoshoot doen. Zoals de vorige keer. 2 jaar, 3 jaar geleden? 3 jaar. En dat gaan we hier doen. Bij de Erasmusbrug. En ja, ik haalde Euromast en de Erasmus altijd uit elkaar. Door elkaar. Dat is mijn lievelingsbrug. Dit is jouw, ja. Dit is ook de bekendste, dus dat telt niet. Hij toeterde naar jou. Nou, ja. Ja, ik heb even overgenomen. Ik heb René's camera gejat. we gaan nu naar Tropicana. Een former pool. Tropical pool. Tropical pool. Turned bar,
restaurant. I don't know. Café. Café. A bit of everything. En het ziet er naar uit dat het super druk is. Nee. Het is mooi weer. Hence the sunlight on our faces. Wat moet ik er nog aan toevoegen eigenlijk? Hallo. Ja, dus daar stopt het eigenlijk. More on this later. Wacht, hè. Waar is de knop? We zijn dus nu in Tropicana en of Aloha. En hier is dus een schildpad. Hoe cute. Het ziet er overigens zo uit. En dit was dus vroeger de wildwaterbaan. Echt mega cool. Echt heel leuk gedaan. Ik ben hier al een keer geweest, maar toen was ik dronken. Nou, helaas jongens, maar de Aloha bar was compleet vol. En je kon er eigenlijk alleen maar voor echt een etentje. En dat wilden we niet zo. Dus nu gaan wij terug, I guess. Zullen we nu gewoon naar diner gaan dan? Diner. Het is wel echt pizza voor €3,50 gaan eten. Maar ik denk dat we nu gewoon richting eten gaan. Want ik heb wel een klein beetje honger, want ik heb niet echt gegeten. Ik heb cookie dough op en that's it. En ik heb net een boterham geblokt, maar ik heb eigenlijk ook wel nog iets gegeten. Ja, een boterhammetje met hummus. Waarom mocht hij nog niet? Bakery. Ja, mocht hij nog niet doorhebben? Afro is vegan. Dus daar moeten we rekening mee houden met alles wat we doen. Onze prinses hier is een prinses op de ert. Dat is niet waar. Maakt niet uit. Dus we gaan nu richting het voedsel. Waar zitten we? Pizza. En welke pizza heb je? Vegan, duh. En ik heb de zalm, dat is deze. En cherry tomaat met pesto. En het ziet er echt heel leuk uit. En heel erg lekker. En niet duur. Nee. En nu heb ik water. En de asbak is voor Afro. We got our food. Yummy, yummy, yummy. Het ziet er zo lekker uit. Nou, deze mevrouw is gegaan voor ronde 2. Ja, derde stuk. En ik ben gegaan voor een salade. Ik moest even nadenken. Het is echt heel lekker. Veel. En de vegan optie, dat is een goede optie. Ja, er mocht iets meer op liggen. Ja. Champignons of zo. Suggestion. Maar het is wel lekker. Ja, we zijn ook echt achter je de baas of iemand die hier werkt. Eet smakelijk. Ik heb dus net alle foto's van de camera op mijn... Ja, ik vind dat grappig. Super mijn foto's. Ja, nee, maar echt deze foto, deze camera jongens, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Kijk dan, wat een modelletje heb ik hier jongens. En deze vooral, deze, kijk dan. Oh. Jullie zelf no filter posten. Zo goed zijn ze. Zo goed zijn ze, ja. Het is echt prachtig is hier. Altijd hoor, maar die snap ik wel. Kijk dit, nou echt jongens, geef even een like en een comment als jullie Afro heel mooi vinden. Subscribe. Als jij willen volgen op Instagram. Subscribe to her channel and maybe one day I will have a channel too. Vote below if I should start. I'll make a poll. Oké, als jullie willen volgen op Instagram, hoe weet je daar? Aphrodite. Dus Y. Y kennen we je niet. Wat is dat dan? Grieks ei. Ja, oké. E, Griekse E, E. Zo I van oog. I. En dan Aphrodite. Aphrodite. Oh. Ja. Ja, maar ik ging dus inderdaad taggen op Instagram. En toen wilde ik gewoon Aphrodite doen. En toen kwam er niks. Ah, nee. Dus het is echt oog Aphrodite. Hoor. Aphrodite. Afro. Ja. Ik moest je nog één ding laten zien. Wat was dat? Ik weet de naam niet meer. Het is een kabouter met... Kabouter buttplug. Daar is die hoor. In zijn vol glorie. Nee, je moest heel hard lachen toen je hem zag. Ja, ik kan...
Ik kan Afro natuurlijk niet naar Rotterdam laten komen zonder dit geweldige standbeeld te laten zien. En... Wat? Ik had het wel overleefd zonder. This I don't get. Wow. It's pretty. But I'm gonna take a picture anyway. Allee. Allee. Oh, mijn batterij is ook nog bijna leeg. Dus het komt eigenlijk wel goed uit. Ja. Het is tijd om te gaan. Ik kijk uit naar de vlog. En als jullie het niet leuk vonden. Goed, leukste vlog ever. Leukste vlog ever. Als jij het leuk vlog... Wacht. Ik weet niet hoe het met de wind zit en deze camera. De batterij van de camera is op, dus dit wordt mijn nieuwe doei manier. Oké. Doei. Doei. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot snel. Dag Afro.